En dat was die ronde ook weer. Gaan we mijn record verbreken op deze map? Waarschijnlijk wel, maar ik ga niet te veel zeggen, want anders is karma. Oh nee! Oh fuck! Kut! Ik ben neer! Iets van een half jaar geleden of zo had ik een video gemaakt van Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Dat vond ik best wel leuk. Dus we zijn hier nu ook in Black Ops 3. En dan ook zombies. En we gaan vandaag lekker Black Ops 3 Zombies spelen. Ik wil hier een soort van serie van gaan maken. Niet per se een serie die elke week komt. Maar gewoon wanneer ik gewoon zin heb om er een video van te maken. Maak ik er een video van. En upload ik die lekker. Wij zijn hier in Black Ops 3 Zombies. Willen jullie hier trouwens meer van zien? Doe dan even lekker dat blauwe duimpje omhoog. En willen jullie hier ook nog meer van zien? Check dan eventjes mijn Twitch. Staat in de beschrijving. Want ik ga deze game ook vet vaak streamen. Dus dat is best wel nice. We gaan eventjes naar solo game. Ik heb wat maps. Ik heb namelijk de eerste twee maps. Shadows of Evil. The Giant. En ik heb de Chronicle maps. En dat zijn dus al deze maps. Voor de rest heb ik hier nog allemaal gedownloade maps. Maar dat boeit voor de rest niet. En dit zijn allemaal remake maps, voor de mensen die dat niet weten. Van oude games hebben we hier bijvoorbeeld 3 games van World at War. Hier 3 games van Black Ops 3. Ik bedoel Black Ops 1 natuurlijk. En hier 2 van Black Ops 2 volgens mij. Ik wil ze allemaal een keer gaan spelen. Ik wou eigenlijk beginnen met Shadows of Evil. Maar daar moet je nog heel veel dingen doen. Dat weet ik allemaal nog niet. Dus dat ga ik ook niet doen. Dus die doen we lekker later. Dus laten we lekker beginnen met The Giant. Oké, we zijn hier in de Giant map. Best wel een leuke map dus. Kost 6 euro op Steam. Het is namelijk een DLC map. Het is niet de standaard map die je erbij krijgt als je de game koopt. Naar mijn mening is dit de beste map uit de Black Ops 3 Zombies maps. Dat is ook gewoon omdat deze best wel simpel is. En dat vind ik zelf best wel chill. Je hoeft niet veel dingen te doen. Je hoeft alleen die teleporters te linken. En dan krijg je dus uiteindelijk de pack-a-punch. Voor de rest hoef je niet allemaal speciale gare shit te doen. Dus dat vind ik wel chill eigenlijk. Er zijn hier wel wat easter eggs bij. Ik weet ze zo niet. Dus misschien later een keertje. Het is niet zo dat ik deze map maar één keer speel. Ik kan hem natuurlijk vaker ook weer spelen. Ik probeer nu eerst eventjes gewoon de echte Black Ops 3 maps te spelen. Dus de DLC, deze dus. En de standaard die je erbij krijgt. En natuurlijk de Chronicle maps. En dan uiteindelijk kunnen we ook kijken of we custom maps gaan spelen. Bijvoorbeeld een Minecraft mapje. Of een, ja, wat zal ik eens zeggen, een Mario map. Het kan allemaal. Het bestaat waarschijnlijk wel allemaal. Dus ja, dat is natuurlijk best wel nice. Laat het dan ook zeker maar in de comments achter. Maar ik wil eerst gewoon even de normale maps natuurlijk gaan spelen. Even kijken hoor. Waar staat de box? Hij staat daar. Ik heb geen idee waar dat is. Dat is echt op een klote plek trouwens. Want ik probeer eigenlijk altijd via rechts te gaan. Want je hebt hier zeg maar een linkerdeur en je hebt rechts een deur. En ik probeer eigenlijk altijd via de rechtse deur te gaan. Aangezien daar gewoon echt een fucking chill wapen zit. Die ik gewoon best wel chill vind voor de eerste, wat is het, 15 rondes. Niet 15 rondes, maar 5 tot 10 rondes. Kijk, dit wapentje zeg maar. Ik vind deze fucking chill. En als je deze pekken puncht, is hij ook best wel goed. Dus dat is natuurlijk best wel nice. Ik probeer nu voor de rest ook een beetje de raampjes weer te bouwen. Of de barricades zijn het eigenlijk. Ja, weet je wat leuk is? Daar zo zie je een beer. Hallo beer. Oh, ik moet trouwens wel uitkijken dat ik niet ingesloten word. Dat is echt het klootste wat je kunt krijgen in de game. Dat je ingesloten wordt. Dat je dan, dat er gewoon te veel zombies komen. En dan ga je lekker dood. Weet je wat ook kloot is? Aan het begin lopen de zombies lekker. Maar uiteindelijk gaan ze ook rennen en dat soort shit. Dus dat is allemaal heel naar. Voor de rest gaat het nog best wel goed. Kijk, hier kun je dus ook makkelijk weer ingesloten worden. Kijk, er komt alweer een zombie. Kijk, 1 zombie, 2 zombies maken niet zoveel uit. Maar als echt 20 aankomen, ja, dat is niet zo heel fijn.
We kunnen nu beslissen om toch via links te gaan. Maar ik denk dat we toch maar via rechts gaan. Want volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit. Ik weet trouwens ook niet of hij bij de power staat of niet. Ik moet nog een beetje die plekjes uit mijn hoofd leren. Laten we gewoon lekker deze deur kopen. Oh, we kunnen trouwens ook een balletje. Een gratis balletje. Dus dat is wel nice. Ligt even dood. Wat hebben wij? Ik respawn met mijn guns. Ja, dat is echt kloten, want daar hebben we totaal niks aan. Die is alleen handig als je multiplayer speelt. Want dat betekent dus, al ga ik echt letterlijk dood. Oh, wat doe ik trouwens? Al ga ik gewoon dood, dan respawn ik met mijn guns. Maar ja, als ik dood ga in singleplayer, dan ben ik gewoon helemaal dood. Dus je hebt er niks aan. Ik moet sowieso ook even weten waar Quick Revive staat. Oh, die staat daar. Oké, nice. Je kunt trouwens ook, dat is volgens mij echt in elke Black Ops Zombies game. Als je ervoor ligt, dan krijg je gewoon 100 punten. Dus dat is wel nice. Er is dus een easter egg met dit. Maar ik weet niet hoe je die moet krijgen. Oh, kut. Ik schrik me dood, joh. Doe eens even normaal. Ik wil ook zo snel mogelijk even speedcolen. Want dan reloaden we natuurlijk sneller. Dat is veel chiller. Voor de rest wordt mijn commentaar waarschijnlijk nu echt fucking bad. Zoals altijd. Want mijn commentaar is gewoon bad. Aangezien ik nu gewoon probeer te focussen. Want anders ga ik dood. Jee. We kunnen trouwens ook even hiervoor liggen. Dan hebben we weer 100 erbij. Dat is wel nice. Jullie eventjes allemaal dood. Oh, die was mis. Oh, de box die stond trouwens dus wel bij de power. Dat is wel nice. Want hij kon ook volgens mij hier nog ergens achter staan. Of daarachter. En dan, ja, dan kon je het zeg maar, dan was het gewoon een andere plek. We kunnen ervoor kiezen om op het campplekje te gaan staan. Is wel grappig, maar het is niet leuk voor de video. Maar ja, dan kom ik wel weer in een hogere ronde deze aflevering. En is de video ook misschien langer. Ligt eraan hoe ik het natuurlijk knip. Voor de rest gaat het best wel goed. Ja, niets te klagen. Ik denk wel even dat ik naar de box ga. Zodat ik even kan boksen. Wat best wel nice is. Of zou ik eerst op speed... Nee, ik ga eerst boksen. Oh, dat is de laatste of niet? De laatste die rent altijd. En die schreeuwt ook. Ja, dat is de laatste. F. Oeh, ik weet niet of deze goed is. Ziet er wel lit uit. Maar ik ga nog even één keertje extra boksen. Shiva, die is dan te slecht. Ik weet sowieso ook nog niet zo heel veel van de guns. Welke goed zijn. Ik weet wel een beetje. Dus ik weet dat de Shiva echt bad is. Maar voor de rest weet ik er niet zo heel veel van. We kunnen nu even gaan sparen voor Double Tap of voor het campplekje. Want bij mij is het meestal gewoon de fout die ik maak. Dat ik gewoon ergens heen loop en dat ik daar gewoon dood ga. Door allemaal zombies die er gewoon op afkomen. Dus op zo'n campplekje is in principe wel gewoon een chille plek. Want dan er kunnen ook geen zombies achter je komen. Wat ook best wel chill is. Kijk, zelfs nu. Nu komen er al best wel veel zombies. En dan mis ik ook bijvoorbeeld, weet je wel. Dus dat is best wel chill. Even lekker reloaden. Dus ik denk dat ik eerst wel even voor het campplekje ga. Ook al duurt het reloaden best wel lang. Dus als ik dan op een gegeven moment op dat campplekje zit. Dan kan ik alsnog doodgaan. Omdat ik moet reloaden. En dat dat dan veel te lang duurt. Ik schrok eventjes. Ik dacht even dat er een zombie achter me stond. Die staat er ook hier zo. Oh, kut. Ja, dat is dan ook best wel naar dat ik dan mis, weet je wel. En ja. Even dit kopen. Welke staat hier? Yes, Juggernaut staat hier. Dat is fucking chill. Ik wil sowieso zo meteen ook even een ander kauwgomballetje halen. Aangezien aan deze hebben we gewoon totaal niks. En het is altijd wel chill om er eentje te hebben. Oh, kut, mijn wapen is ook bijna leeg. Oh, maar we hebben natuurlijk het andere wapen. Oh, die is best wel chill. Dan ga ik ondertussen weer even ammo halen voor deze. En ik wou er bijna mee schieten, maar toen besefte ik dat ik geen ammo had. Zo. Even lekker reloaden. Dan gaan we nu sparen voor Double Tap. Zo.
Insta-kill is ook chill, maar nu begint de volgende ronde, dus we hebben er waarschijnlijk niet zo heel veel aan. Insta-kill houdt namelijk in dat, ja, elke zombie is gewoon insta-kill. Als je hem één keer slaat of één keer schiet, is hij gewoon neer. Oh, nu hebben we de hondjesronde. Kijk, dit is het campplekje. Ze komen alleen maar vanaf dat raam en vanaf de trap, dus je kunt ze hier gewoon lekker doodschieten. En hier spannen ze niet, dus... Ja, en je kunt ook nog hier zo vluchten. Dus dat is nice. Voor de rest, na elke hondenronde... na elke hondenronde krijg je max ammo. En dan krijg je dus maximale ammo. Wat is best wel nice is. En ja, er komen dus gewoon steeds hondjes. Hellhounds. Voor de rest, best wel simpel eigenlijk. Tenzij je echt ingesloten wordt door vier hondjes. Ja, dat is niet zo heel chill. Kijk, daar hebben we max ammo. Dan is dat altijd chill om eventjes gewoon te reloaden. Dat doe ik meestal nooit. Meestal pak ik hem gewoon. Maar fuck it, ik ben nu toch in mijn eentje. Ik heb de tijd. Laten we gewoon even alles reloaden. Kijk, dit wapen duurt bijvoorbeeld echt heel lang om te reloaden. Dan is het chill om speedcola te hebben. Want dan gaat het reloaden gewoon super snel. Even kijken, waar staat hij ook weer? Hij staat daar, zo zie ik. Ja, nu krijgen we weer een zombie ronde. Dus dat is best wel nice. Dan kunnen we een beetje op dit campplekje gaan staan. Uiteindelijk moeten we ook al deze teleporters gaan linken voor de Pekka Punch. Maar dat kan uiteindelijk ook nog allemaal. Kijk, daar komen ze alweer. En deze kunnen wij dan eventjes lekker doodmaken. Pieuw. En ja, zo werkt het campplekje eigenlijk. En als je dan moet reloaden, pak je andere wapen. En dan maai je ze allemaal neer. En dan kun je weer even snel lekker reloaden. Volgens mij is nu bijna de ronde voorbij. Ja, ik zie er daar nog een paar komen. Ik zorg eventjes dat ik er nog eentje overlaat. En dan kunnen we gerust eventjes deze linken. En kunnen we even speed cola krijgen. Dus deze ga ik eerst wel even lekker linken. Oh, kut. Oeh, ik pakte bijna de nuke. Oeh. Ja, dat wou ik niet. Er zijn nog twee zombies over. Dat betekent dat de ronde nog niet voorbij is. En dan kunnen we dus eventjes gerust rondlopen. Zonder dat we in één keer helemaal neergehaald worden. En dan hebben we de eerste gelinkt. Er zijn drie teleporters. Er is er daar één. Er is er daar één. En daar is er eentje. En die hebben we dus nu al gedaan. De rest komt hier een zombie aan. Oh, Carpenter is wel even chill om te hebben. Volgens mij is dit de laatste trouwens. Volgens mij is de ene laatste dood gegaan. En met Pekka Puntje kun je dus je wapen weer veel beter maken. Wat dus best wel chill is. We pakken als eerst even hier zo speed cola. Even hier zo liggen als dat kan. Waarom kan het niet? Oké, laten we deze neermaaien. Yes, oké. Even liggen. Krijgen we weer 100 erbij. Nice. Volgens mij staat hier dan trouwens dubbel tap. If I'm not mistaken. Next. Yes. Hier zo dus. Chill. Ja, dan gaan we weer terug naar het lekkere campplekje. Ondertussen ga ik weer even lekker reloaden. Ik denk dat ik nog even snel hierheen ga. Nog even snel die 100 pak. Yes. Oké, let's go. En dan gaan we weer naar het campplekje. Want ik ben een camper. Oh, deze. Kijk, nu gaat het reloaden echt vele malen sneller. Omdat we speed cola hebben. Dus dat is wel chill. Zo. Kijk, dit gaat dus best wel goed hier. Zo. Oh shit. Dood. Hé, dat was de ronde alweer. We kunnen wel... Nee, fuck it. Nee, wacht. We kunnen Juggernaut halen. Ik wist helemaal niet dat ik nog geen Juggernaut had. Maar nu hebben we die wel. Dus dat is wel chill. Juggernaut zorgt ervoor dat normaal bij 3 slagen van een zombie ben je down. Maar nu bij 4, dus dat is wel chill. Dan zit ik alleen te twijfelen of ik zo meteen Moon Kick wil halen of Double Tap. Double Tap, dan schiet je gewoon 2 keer zo. Doet er 2 keer zoveel damage. En bij Moon Kick, dan kun je een extra wapen. Ik denk dat ik gewoon voor Double Tap ga. Want meestal gebruik ik nooit een derde wapen. Ook al is dat later wel echt handig. Als echt je ammo opraakt. Keer 2. Ja, nice. Ik probeer gewoon even een beetje alles uit te leggen voor de mensen die het niet weten. Want ik weet dat er mensen zijn die niet weten hoe Black Ops Zombies werkt. Ja, kijk. Ik heb zeg maar nog 4 kogels. Dat is een beetje oef.
Er komen nog wel wat zombies aan. Ik denk dat ik er weer even eentje laat leven. En dan gewoon weer... Even ga kijken wat ik kan doen. Misschien weer een perk kopen of dat soort shit. Oké, dat was mijn wapen. Oh, kut, dat was de rommel. Instakill, daar heb ik totaal niks aan. We kunnen even boksen, maar ik denk niet dat ik ga boksen. Oh, hondjes. Oh, joh. In principe. Ja, oké, we blijven nog wel even hier zo. We kunnen trouwens zometeen ook nog even een lekker kauwgomballetje halen. Kijk hier. Max ammo, chill. Even hier zo een kauwgomballetje halen. Beter is deze wel wat beter. Oh, deze is grappig. Ja. Deze is grappig. Elke keer als ik een zombie kill, dan komt er een silly sound. Wordt dan afgespeeld. Voor de aankomende 3 rondes, volgens mij. Het heeft voor de rest niks te maken met dat het goed is ofzo. Het is gewoon grappig. Als goed is dat het trouwens, want ik heb deze nog nooit gebruikt. Ik heb deze net nieuw. Dus. Ja, we gaan even kijken wat er gaat gebeuren. Ook staat volgens mij de muziek uit. Wacht. Ah nee, muziek staat aan. Oké, nice. Dus, wat gaat gebeuren? Oh, wat? Ik hoorde zo'n toeter. Zo'n clown toeter. What the fuck? Oké, dat soort geluidjes hoor je dus. Fucking grappig. Je hoort echt zo'n echt fucking raar geluid. Oké. Oh shit, daar ligt trouwens een... Deze. Yes, die is chill. Zo. So. Carpenter. Oh, het is gewoon voor een aantal zombie kills. Het is niet per se voor 3 rondes, want hij is nu alweer klaar. Nou, dat was toch best wel een grappige kauwgomballetje. Ja, dit gaat echt lekker. We hebben ook lekker veel geld. We kunnen zo meteen even vet veel deuren kopen. Daar staan ze ook een trap die we kunnen activeren als we dat willen. Dat is ook misschien nog wel handig om een keer te doen. Voor de rest moet ik nu gewoon niet doodgaan. Ik denk trouwens... dat dit de laatste 2 zijn. Ja, volgens mij zijn dit de laatste 2. Oké, laat ik dan eventjes... eerst dubbeltap halen. Of laat ik eerst even... ja, ik haal eerst wel even dubbeltap. En daarna ga ik die twee teleporters even... Even connecten, zeg maar, linken. Zodat ik kan P.E.K.K.A. punchen. Wat best wel nice is. Dan kan ik mijn wapen veel beter maken. Zo. Nice, oké. Ik ga wel even zo, want straks staat er in één keer een zombie achter mij. Oh, daar zijn ze. Dan gaan we wel even via deze kant. Ik wil ze niet killen, zeg maar. Ik wil ze niet doden, aangezien dan de volgende ronde begint. Dat is niet zo fijn. Hier even dit deurtje kopen. Dan gaan we deze eventjes linken. Let's go. En dit moeten we dus 3 keer doen. En dit is alweer de 2e keer. En daarna kunnen we dus P.E.K.K.A. punchen. Oké, je ziet dus ook die time. Oh, jullie zien die timer niet eens. Die staat onder mijn webcam. Dus dat is een beetje rip. Maar er is dus ook een timer. Dus je moet het binnen een bepaalde tijd doen. Ik kan nog net P.E.K.K.A. punchen 1 keer. Helaas niet 2 keer, maar wel nog 1 keer. Dus dat is wel heel chill. Kut, ze komen hier zo. Fuck it, ik kill ze. Volgende ronde. Oké. Nu moeten we wel even opschieten. Die zo. Yes, oké. P.E.K.K.A. punch. Kost 5000 punten. Maar is wel super chill. Oké, nice. Dan ga ik nu weer terug. Volgens mij hebben we nu gewoon zombie rondes waar ook gewoon honden nog tussendoor spannen. Dus dat is wel een big oef. Maar ons wapen is wel 2 keer zo goed. Dus dat is wel een pluspunt. En hij maakt ook een lekker geluidje. Daar doen we het natuurlijk ook voor, hè. Nou, laten we eerst weer even met deze gaan. En deze blijft nog steeds best wel goed. Kijk maar. Hij is echt fucking goed.
En dan kan me er nu wel filmen, hè? Dus... Oh, nuke. Pak de nuke! Yes! Oké, gaat nog best wel lekker. Ronde 13 zitten we nu. Dus dat is wel chill. Kijk, ze gaan nu allemaal dood. Heerlijk. Volgens mij kost die trap trouwens 1000 punten. Die kunnen we ook wel eens even aanzetten, als we dat willen. Want je hebt namelijk ook nog traps door de map heen zitten. Dat is best wel nice. Die kun je activeren. En als zombies erin lopen, gaan ze dood. Ik probeer als ik zo'n map speel, zoveel mogelijk van de map te laten zien. Dus dat heb ik nu eigenlijk al gedaan. Behalve de Easter eggs heb ik bijna alles wel laten zien. Dus dat is wel nice. Is dit alweer de laatste of niet? Volgens mij wel. Volgens mij is dit de laatste. Oké, dan gaan we eventjes een lekker balletje nemen. Wat krijg ik? Wat doet dit? Oh, als ik op 1 druk, dan zien de zombies mij voor 10 seconden niet meer. Daar is de laatste zombie. Kijk, wat is nu handig om te doen? Kijk, hier kun je dus die trap doen. Die kost 1000 punten. Maar jij gaat even dood. Yes, oké. Volgende ronde. Is er nog iets speciaals wat ik moet doen? Ja, ik moet meer punten krijgen. En dan kan ik weer pekken punchen. Dat is even belangrijk. Ik denk dat ik voor de rest gewoon deze wapens hou. Ik vind deze best wel chill. En deze is ook best wel chill. Want als je uiteindelijk geen kogels meer hebt, kun je deze gewoon... Deze komt zeg maar van de muur. Dus je kunt gewoon weer ammo kopen als je dat natuurlijk wilt. Dus dat is best wel nice. Kijk, ik moet wel weer reloaden. Reload snel eventjes. Dankjewel. Yes, oké, nice. Dan was dit het denk ik alweer bijna. En daarna kunnen we meteen weer even lekker pekka punchen. Wat wel nice is. Volgens mij is dit de laatste. Oké, dan ga ik even pekka punchen. Want dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten doen. We kunnen net niet 2 keer pekka punchen voor dat andere wapen. Dus dat is wel een beetje jammer. Deze nog even 1 keer. Oké, want de tweede keer pekka punchen kost namelijk 2500 punten. Dus dat is de helft van de eerste keer. En je kunt een wapen als het goed is maximaal 2 keer pekka punchen. Dus dit wapen is nu het allerbeste. Dus dat is wel nice. Even kijken, waar is die laatste zombie eigenlijk? Is die nog hierboven ofzo? Hallo, laatste zombie, waar ben je? Straks staat hij in één keer achter me. Dat zal een rip zijn. Oh, daar. Ewa, broeder. Hij is neer. Oké, kijk, kunnen we hier nu dus trap kopen. En dan gaan hier allemaal van deze dingen aan. Dus dat is wel nice. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Maar het is wel chill om het aan het begin van de ronde te doen. Aangezien daar de meeste zombies vandaan komen. Dus even kijken. Of ik heb hem nu veel te vroeg gedaan. Dat kan ook. Maar er komen daar wel al wat zombies. Je krijgt er helaas geen punten voor. Oh, ze komen er... Oh nee, er zit daar nog een raam waar ze ook doorheen komen. Ik dacht even dat die er nou doorheen kwam. Maar dat is niet zo. Kijk, ze gaan allemaal dood. Dat is wel, wel lekker. Pieuw. Pieuw. Oh shit. Pieuw. Oh shit. Here we go again. Kut. Kut. Ik maakte even een fout. Oké, dat is zeg maar het probleem. Je blijft gewoon doorgaan totdat je ooit een keer een fout maakt. En daardoor ga je dan dood. Ja, dat, zo is het nou eenmaal, weet je. Oké, deze gaan even allemaal neer. We kunnen hier zo ook... Oh, de trap is trouwens gestopt. Dus dat is wel een oef. Maar we kunnen nu wel weer lekker punten farmen met dit wapentje. Met deze minigun. We hebben nu wel weer... We kunnen nu wel weer een keer pekka punchen, dus dat is wel nice. Volgens mij is de ronde trouwens bijna voorbij. Dat denk ik tenminste. Volgens mij is dit de laatste. Oké, laten we dan even rennen. Ik weet niet waarom ik insta-kill pak, want ik heb er toch niks aan. Maar ja, ik heb het. Ik ben tantoedom. Oké, nice. Die hebben gepekka punch. Er staat nog niks extra qua extra... ding om. Dus dat is wel jammer. Maar het is wel een lekker wapentje. Ja, ja, ja. Heb ik hier trouwens al voor gelegen? Ja, volgens mij. Ja. Oké, rip.
Nou, het gaat best wel goed, hè, mensjes. Het is nu wel kloot. Het wordt nu veel drukker, aangezien... de trap dus niet aanstaat. Dus er komen nu veel meer zombies als net. Ja, dit is best wel kloten. Oké, snel reloaden. Hé, hey, en dat was hem alweer. Ja, kut. Ik wil nog een keertje eigenlijk even pack-a-punchen. Maar ik ga het niet wagen om er, zeg maar, heen te rennen en dan dood te gaan. Dat ga ik niet wagen. Ook even reloaden. Wat ligt er? Ligt er nieuw? Ja, nieuw. Lekker. Nou, dit gaat toch best lekker. Ze gaan allemaal dood. Reload. Ik ben onverslaanbaar. En ik ben level 20. Wat? Ik level up best wel snel hier zo. Oké. Okay. Laten wij weer eventjes de trap aanzetten. Oh nee, kut. Het is hondjes. Kut. Fuck. Ik verpest het helemaal. Ah, man. Ik wist nog niet dat het hondjes was. Kijk, hier spant er nu een. Ja, dat was echt verspilling van de trap. Oef. Oh shit, reloaden. Oh shit. Instakill, lekker. Kut, er zit iets bij mijn voeten, een hondje. Fuck. Oké, nice, we hebben toch instakill, dus. En dat was die ronde ook weer. 27 alweer. Nice. Gaan we mijn record verbreken op deze map? Waarschijnlijk wel, maar ik ga niet te veel zeggen, want dan is karma. En ja, daar heb ik geen zin in. Oh, kut, hondje. Oh, nee. Oh, fuck. Kut, ik ben neer. Oh, nu gaat... Kijk, dit is dan het punt dat je zo'n fout maakt. En dan ga je echt dood. Oef. Oh, dit is wel nice. Oh, shit. Want nu heb ik geen perks meer. Dus. Dat is wel een beetje rip. Kijk, dit is karma, hè. Dit is karma. Wat ik net zei. Had ik maar niet moeten zeggen. Oh, ik ben neer. Oh. Ja, rip. Rip. Dat is karma. Wanneer ik zeg, gaan we mijn record verbreken. Waarschijnlijk wel. En dan ga ik dood. 27 rondes. Alsnog voor mij best wel goed. Ja. Voor de rest. Bijna 800 kills. Dat is wel nice. 2 deaths natuurlijk van net. 1 keertje door die quick revive. En daarna gewoon dood. We zijn nu helemaal dood. Ik had op 1 moeten drukken. Ik vergeet dat altijd. Op 1. Dan had ik 10 seconden dat de zombies me niet zagen. In ieder geval. We zijn best wel ver gekomen voor deze map. Even kijken, ik heb nu allemaal dingen nieuw. Level 19, level 20, level 8. Hier nog allemaal dingen, allemaal camo's. Allemaal van dat soort shit. Oké. Vonden jullie deze eerste aflevering van Call of Duty Black Ops 3 Zombies nou leuk? Kom natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. De volgende aflevering gaan wij niet de Shadows of Evil doen. Daar ga ik nog even mee wachten. Gaan wij Nacht der Untoten doen. En daarna gaan we zeg maar verder al deze maps af. Tot en met Origins. Deze doen we later allemaal. En ik kan ook meer maps downloaden. En ja, Shadows of Evil moeten we nog maar even mee kijken. Want daar moet je allemaal shit bij doen. En ik weet het allemaal niet. Dus ja, de Giant map. Laat in de comments achter of jullie meer van deze map willen. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.